Daar zijn ze boven. Ja, ik heb geen idee waar we gaan, dus ja, Lucas, even wachten. Lucas. Hoi. Deze meneer hoort toch wel bij de familie, hè? Ja. Nee. Papa, op de school zingen we ze ook in de koek. Oh ja? Hey Lucas, je broek wordt nat. En dan valt hij achterover. Hey Lucas, mooie schip daar achter je, hè? Met de piloot. Iedereen. Dat de mensen in moeten leveren, dat ze het niet zo makkelijk hebben. Wij hebben het natuurlijk vroeger ook niet makkelijk gehad als kind zijn. Nou, dat was niet. Ook ieder dubbeltje omkeren. Ik kan me nog goed herinneren dat als je dat gaststelling... Dat zit erin van jou ook niet meer zo zoek. Nou ja, nou is je waffel, jongen. Ger. Je zus. Ga eruit. Dat we op gas moesten koken en had je geen gasmeter, had je gaspenningen. Dus die moest je altijd kopen. En dan was de gas deed niet meer. En dan had mijn moeder geen geld om gaspenningen te kopen. En zei ze, kijk eens of er nog lege flessen staan. Nou, en dan moest je met die lege flessen eerst die flessen inleveren. Dan kreeg je statiegeld en dan kon je een paar penningen kopen. Dan, bij een andere winkel. Ja, ik hou toch. Ja. Dat zo ging dat. 2,5%. En dan denk ik wel eens van, tegenwoordig, ja, wij zijn natuurlijk tegenwoordig allemaal verwend. We hebben het allemaal hartstikke goed. Mensen weten niet meer wat het is. En plus dat die mensen natuurlijk alleen niet die 30e jaren hebben meegemaakt. Maar ze hebben natuurlijk ook de oorlogsjaren meegemaakt. He, dat we, en hebben wij nog niet eens echt honger geleden. Als onze buren die hebben zeg maar een glaasje water. En dan gingen we weer terug. Maar als je terugging, dan ging Henk en ik altijd om de beurt in de kinderwagen zitten. Dus dan had je weer eventjes om uit te rusten. En dan moest je wel allemaal alles... Maar ondanks alles hebben we toch al een leuke tijd gehad. We beseften niet dat het echt gevaarlijk was eigenlijk. Wij kwamen er meer tegen waarschijnlijk, want jullie waren denk ik niet de enige die... Er kwamen altijd mensen aan de deur van, heb je nog een aardappeltje of heb je nog aardappelschillen? Tuurlijk. Ik heb nooit aardappelschillen hoeven te eten. Dus nee. Dat heb ik nog niet. En ook geen bloembollen? Bloembollen, daar ging mijn moeder dan fijn maken en dan deed ze met een beetje bloem. Want mijn vader mocht altijd bij die, was echt de scharrelaar mijn vader wat dat betreft. Die mocht altijd bloem opscheppen bij een molenaar op de Rottensweg. Bij Verhoef eten die geloof ik. En die had een molen en die maalde altijd voor de Duitsers. En wat er dan naast viel, naast die zakken, dat mocht mijn vader dan opscheppen. Eigenlijk wat op de grond had gelegen. Mm-hmm. Maar die kerels daar, die lieten wel eens een beetje extra vallen natuurlijk. Met die zakken afbinden. En zo hadden wij wel bloembollen. Daar maakte mijn moeder dan van die pannetjes van, weet je wel. Dan bloembollen malen of klein snijden. En dan met bloemen mengen. En dan bakken ze dat op de plaat. In de buurt werd ook gebedeld. En weet ik bij Stassen, dat was glazen was er, die hadden maar twee kinderen, dus in mijn ogen waren dat rijke mensen. Mm-hmm. En er was daar een meisje, dat ging daar beter doen, ik zag haar vallen. En toen het deurtje open, zo'n loketje in de buitendeur. Ik heb dan zo'n dikke boodschap met jam. Ik zag al dat rode jam. Toen zei ik tegen mijn moeder, toen zei ze, dat krijg jij ook van een keertje. Maar ze zei, dat ga ik het haar vragen. Zeg ze, als je dat dan moet je. Maar op een gegeven moment kon ik niet meer. Ik kon het gewoon niet aanzien. Toen ben ik gaan bellen en toen zei ik, ik wil graag een boodschap van een jam. Was natuurlijk ook maar een kind. En die kreeg ik. En durfde ik niet mee naar huis toe. Dus ik ben eentje omgelopen om die boterham op te eten. En toen kwam ik thuis. Toen kreeg ik op mijn kop van mijn moeder. Want toen waren ze aan de deur geweest. Vast die mensen dan.
En die meiden die gingen altijd naar de kapper, bij de grote. En wij hadden zelf pijpkrullen, dat deed mijn moeder altijd. En dan mocht ik voortaan hun zondag komen eten. En dan moest mijn moeder bij die meiden pijpkrullen zetten. Pampioenetjes zetten, weet je wel, die lappen. En dan kreeg ik soep met van die vette kralen erop. Oh, dat gaat van anders. Ik vond het helemaal niet leuk, toch? Maar die je ziet er nog best goed uit, hoor. Je hebt het overleefd. Nee, maar ik weet wel, ik had een vriendin en die was van het groen. Die zet... Oh, yeah. Ga Jan dat maar vertellen, Jan? Ja, Jan, vertel dat maar. Jongens, kun je even stil zijn? Jan. Nou, jullie hebben wel begrepen dat wij uit een armnest komen. Ja. En wij gingen eens in het jaar, misschien twee keer in het jaar, in de grote vakantie, liftend naar Rotterdam. Gingen we naar, met z'n, nee, dat zal ik eens vertellen. Maar gingen we lopend naar de Rijksweg, daar kwam dan om het half uur zo'n autootje aan eindelijk. En mijn vader die had één sigaar en die deed hij alleen maar opsteken als hij zag dat er in de verte een auto aan kwam. En wij moesten, twee jongens stonden dan bij mijn vader, maar drie waren achter de heg. Totdat die auto gestopt was en er kwamen ineens die andere drie. En dan vroeg mijn vader altijd, zouden wij mee mogen liften naar Rotterdam? En dat was best. En er was één keer, en dat vergeet ik nooit, die meneer heette Van Delft. Die had een kledingzaak en die heette Van Delft. En als ik me niet vergis, is hij er nog in Rotterdam. En die man die reed naar zijn zaak toe. En toen liet hij iemand vanuit zijn bedrijf ons naar het speedobootje brengen. En wij gingen de Maastunnel onder. Toen zegt die man, en nou gaan we onder het water door. En toen zei ik, zo simpel als dat ik ben, pa, moet hij dan die raampjes niet dicht doen? Ik ben natuurlijk een simpele jongen. Ik had dat echt niet door. Ik zat echt te knijpen. Ik denk, vergeet die raampjes dicht te doen. En die zegt, mijn vader, dat komt wel goed. En toen bracht hij ons naar Speedo. En dan gingen we inderdaad voor een dubbeltje naar nou ja, de haven Speedo. Kon je daar naar een of andere plaatsje toe varen. En dat is... Nee, wat dat betreft hebben mijn vader best wel te veel met ons gedaan, hoor, zo in de vakantie. Dat die, Nou ja, wij liepen natuurlijk naar het Hettenkamp. We gingen wel naar het Hettenkamp en dan had je een waterpomp. Ik zie hem nog staan bij die molen daar. Die staat er nog steeds, hoor. En daar kon je water drinken. Dat was het enige wat we hadden. En als we naar het strand zouden gaan, en we gingen nog wel eens strand, moesten we eerst naar Parsgeld lopen. Ja. En vandaar gingen we met de trammetje mee. En dan kwam hier op Scheveningen en had je brood. Waar niet zoveel op zat, maar je had wel water al gehaald op de boulevard. Dat was het enige wat je had. En wat heeft dat nou met dat Hettenkamp te maken? Dan? Nou, de Hettenkamp ging er, had je schoolvakanties met zo'n... Al die Jutters. En extended familie. Toch? Missie? Of niet? Met die fles dan? Levende familie. Goed zo, Luc. Ja. Ga maar drinken. Kom maar, Tom. Steeds op de voetbal kijken.